بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأما بعد دنا فان الله دبار مهرتخ de meest nadevolle. Alle lof behoort toe aan Allah. Ik vertuig dat niemand het recht heeft om aanbeten te worden behalve Allah. Immers de schepper, de bestuurder, de voorziener, en die het leven geeft en neemt. En ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is, als de barmhartigheid van Allah naar de mensheid, naar de wereldbewoners is gezonden. Mogen de vrede en zegeningen van Allah subhanahu wa ta'ala op onze profeet zijn, zijn familie, zijn metgezellen en diegenen die hen volgen tot een dag des oordeels. Als volgt. We gaan de lessen weer hervatten, inshallah ta'ala. We zijn een tijdje uit geweest door omstandigheden. Deze crisis waar we in zitten. Het heeft het leven van vele mensen zijn overhoop gegooid. Een aantal onderwerpen die we zullen aanhalen, inshallah ta'ala, dat is het boek Al-Arba'in al-Nawawiyyah. Dan al-Fiqh. Wat we precies gaan behandelen van al-Fiqh, dat ligt aan jullie. En de biografie van de profeet Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Arba'in al-Nawawiyyah is een bekende boek. Dat omvat ongeveer 40 afleveringen meer. En het mooie van dit kleine boekje met een beperkt aantal overleveringen, dat het in principe heel de religie omvat. Bevat geloofsleer, bevat praktische handelingen, bevat omgangsvormen, van alles en nog wat. En dat geeft een student een hele goede inzicht over zijn religie. En ook de islamische wereld heeft dit boekje ook niet als het ware omhels geaccepteerd. En het wordt overal, sinds de 8e eeuw, wordt dit overal in de wereld wordt dit behandeld, onderwezen. En vanwege tijdsnood, we willen een aantal vakken behandelen. Misschien meer dan 3, misschien 4. Dus ik zal het heel kort houden. Ik zal bijvoorbeeld ook niet de ketting van overleveraars zou ik ook niet benoemen. Ook niet wie het heeft overgeleverd. Ik hou het slechts bij de met wat de profeet Salsam heeft gezegd. De eerste overlevering, bekende overlevering. Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw ila aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Wat ongeveer inhoudt, in de voorwaarde, daden worden beoordeeld op basis van de intentie. En ieder mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt. Dus als iemand emigreert omwille van Allah en zijn boodschapper, dan is dat een ware emigratie omwille van Allah en zijn boodschapper. En als iemand emigreert omwille van een wereldse zaak of om een vrouw te huwen, dan is zijn emigratie omwille van datgene waarvoor hij is emigreerd. Dus het ongeveer inhoudt en dat de handelingen die worden bepaald, of de acceptatie van de handelingen van een moslim, die worden bepaald door de intentie. En hij krijgt de beloning en wat met zijn intentie of met zijn bedoeling samenhangt. En de daden worden niet geaccepteerd behalve door middel van een intentie. Oftewel de juistheid of de acceptatie of de geldigheid van een daad en die hangt af van de intentie. En voor elke persoon is er een beloning voor zijn daad naar gelang zijn intentie. In het geval, het is een belangrijke overlevering dat vele geleerden en die beginnen met deze overlevering. En het gaat om intentie. En waaronder Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, sahih is begonnen met deze overlevering. En onder de geleerden zeggen deze overlevering omvat de helft van je religie. Sommigen zeggen een derde van je religie. Waarom? Omdat het gaat om het innerlijke. Het gaat om datgene wat zich bevindt in het hart. En dat andere helft, het gaat om de zichtbare daden. Dat is de overlevering, men amila amalan leysa alayhi amruna fa huwa radd. Wie een daad begaat die niet overeenkomt met onze leer, wordt niet van hem geaccepteerd. Dus de eerste overlevering, of de overlevering die wij behandelen, gaat dus om de intentie, het onzichtbare, wat zich in het hart bevindt. En de andere, dat is de helft, en de andere helft, dat gaat dus om daden, zichtbare daden, die overeen moeten komen met de leer van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus in het geheel, daden wordt er niet geaccepteerd, behalve als dat innerlijke wat zich in het hart bevindt juist is. En de daad zelf die zichtbaar is, die ook overeenkomt met de leer van onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dus vele geleerden beginnen hun boek met deze overlevering. Ze sporen iedere schrijver aan om te beginnen of om deze overlevering te behandelen
om stil te staan bij en op het belang van het nemen van de juiste intentie. Wat ook belangrijk is, dat wanneer een intentie, oftewel beter gezegd, dat met de intentie worden de daden van elkaar onderscheid. Er worden aanbiddingen onderscheid. Je kan daarmee met de intentie onderscheid je een aanbidding met wat gebruikelijk is of wat een gewoonte is. Om een voorbeeld te noemen, net als al-ghusl, het douche, jezelf reinigen. Wat is de reden? Is het de reden om je op te frissen? Is de intentie die je hebt genomen om je op te frissen? Of is het bijvoorbeeld omdat je in staat was van onreinheid. Het is een verschil. Of doe je het omdat je al-Jumu'ah gaat bidden, omdat je de wassing wil doen voor de vrijdagpreek. Dus ook belangrijk is aan de intentie dat je daarmee een onderscheid maakt tussen wat een aanbidding is en wat een gebruik is, wat een gewoonte is. En wanneer een daad wordt begaan en de intentie niet voor Allah subhanahu wa ta'ala is, en dan wordt zijn daad niet geaccepteerd. Dan is het afgoderij. Wanneer men een daad begaat en de juiste intentie heeft genomen en vervolgens de intentie verandert en het geheel, de aanbidding geheel toewijdt aan een ander dan Allah subhanahu wa ta'ala, dan wordt dat ook niet geaccepteerd, wat ook een afgoderij is. En als het een mix is, dat de intentie zuiver is, maar dat dat ook toegevoegd is met bijvoorbeeld ria of sum'a, wat een kleine afgoderij is, dan wordt datgene wat erbij toe is gevoegd aan intentie, en dat extra wordt niet geaccepteerd. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: "Men amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkuhu." En wie een daad begaat die ook aan een ander is toegewijd, dan neem ik afstand van hem en zijn afgoderij. En als iemand wordt geprezen nadat hij de aanbidding heeft verricht en hij is daar ook trots op, en dan is daar niets mis mee, omdat de intentie zuiver is. En het is ook een goede verkondiging voor deze persoon die de aanbidding heeft verricht, dat hij wordt geprezen door anderen. Bijvoorbeeld de intentie is zuiver. Jij gaat een goede daad. Je bewijst je diensten aan je buurman of aan je naaste. En je wordt geprezen door anderen. En dan is dat een goed iets. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: "Tilka ajilu bushra mu'min." En wat ongeveer inhoudt, dat is een bespoedige verkondiging van het goede voor een gelovig. Dus het is van groot belang dat men zijn intentie zuiver houdt. Dat hij daarbij stil staat in alle tijd. Want wie dat niet doet, kan in afgoderij vervallen. We zijn opgedragen om bijvoorbeeld Allah subhanahu wa ta'ala om de gebeden te verrichten voor Allah subhanahu wa ta'ala, wat tot de beste daad behoort. Als het gaat om verplichte gebeden. Maar de intentie kan verstoord worden zonder dat je het doorhebt. Men salla yura'i faqad ashrak. Wie bidt om geprezen te worden en heeft afgoderij begaan. En de dag dat de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam een preek hield en hij zei: "Prees afgoderij. Prees afgoderij." En dat is meer verborgen dan het geleid van een lopende mier. En toen zei iemand: "Hoe kunnen we het vrezen terwijl het meer verborgen is dan het geleid van een mier, van een lopende mier?" En de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam adviseerde hen het volgende smeekbeden te zeggen: "En Allahumma inni a'udu bika min an ushrika bika wa an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam." Dit is een versie en er zijn meerdere versies hoe je de overlevering kan zeggen. Allahum inna na'udu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma inni a'udu bika min an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Dus het stilstaan bij deze overlevering is van groot belang en om je intentie zuiver te houden voor Allah subhanahu wa ta'ala en ten alle tijden. Want zoals jullie hebben gehoord, en het is iets wat verborgen is, wat jij niet bij stilstaat. Het komt bij jou langs, zonder dat je het doorhebt. En we weten dat een daad niet wordt geaccepteerd, behalve als het een bepaalde voorwaarde voldoet. Een van die voorwaarden, dat de intentie dus zuiver is, de aanbidding zuiver wordt toegewijd aan Allah subhanahu wa ta'ala en aan niemand anders. Je doet het puur, zuiver om Allah subhanahu wa ta'ala. Niet om gepronken te worden, niet om geprezen te worden, niet omwille van je naaste, om wie dan ook. Dus dit is belangrijk
om altijd bij stil te staan, om altijd mee, en niet dat het altijd wordt herdenkt, dat je niet vergeet. Dit is de eerste overlevering van het boekje Al-Arba'in en Nawawiyya.